onze bangs, hier ben ik dus op een gameplay nodig van de Binding of Isaac. Ik ben al redelijk ver in deze run en ik denk, weet je wat, als ik mijn derde Isaac kill word, moet ik hem streamen ook. En als ik hem niet haal, dan upload ik hem waarschijnlijk niet. Dus dan weet je dat alvast. Ik heb een paar keer de shop gerild en heb in de itemmartier. Waardoor ik dus met de D6 bijna ieder item heel snel kan rerollen door 2 keer damage te nemen, wat heel chill is. En voor de rest heb ik 3 volgers, wat ook best wel handig is aangezien ik Ipperkerk heb. En dat zal zeker chill zijn tegen Isaac. En dit zijn dan een beetje de rooms die wat minder gaan. Als je Ipperkerk hebt, weet je, dat zie je hier ook. Dat zijn een beetje de struggles. Dan moet je het heel erg van je volgers hebben. Volgers, Twitter en zo. Die in het midden zijn wel kapot te maken, zoals je nu ziet. En als ze eenmaal stil liggen, zijn ze ook wel redelijk kapot te maken. Maar deze gasten zijn wel zo'n beetje irritant. Samen met kleine volgertjes, spinnetjes en zo. Die zijn ook kunnen redelijk kut zijn, vooral. Ik heb er nu al eentje dood gemaakt. Je moet gewoon een beetje rondjes blijven lopen, een beetje bommetjes laten gooien. En dan meestal gaan ze vanzelf wel dood. Hoef je niet heel veel moeite te stoppen. Dus zoals ik, ja, momenteel doe ik er niet echt veel moeite voor. Zolang je geen bom op jezelf gooit, gaat het redelijk goed. En dat is momenteel nog niet gebeurd. Jammer noep. En bam. Oh, ik dacht even dat hij dood ging, maar dat viel tegen. Zo. En gaat hij dood? Gaat hij dood? Hopla. 1 kist. Wat zit erin voor moois? Overal bommetjes. Wat heb ik dat weer veel? En ik heb wel homing bombs. Oh god, Greed, wat doe jij nou weer, mafkees? Ik heb al zoveel geld. Ik wou een treasure map of een kompas kopen. Oeh, seems heel. Ik ben al zo rijk. Ah, valt op mij eigenlijk. Alsnog, ik kan de shop heel vaak rerollen. Zo, even de steam sale pakken. Dat half hartje daar laat ik wel liggen. Ik heb dus Little Chat, Little Steven en Ghost Baby. Ja, ja, die drie samen is natuurlijk gewoon fantastisch. Ik had liever gewoon een shop gezagen. Eigenlijk, maar ja. Je kan niet alles hebben, zeggen ze altijd, hè. Oh, nice, de small rock. Ik had hem kunnen rerollen, maar ja, damage up. Het is nooit slecht, alhoewel met dit ding had ik hem misschien best wel kunnen rerollen voor iets anders. Want je hebt al een gigantisch hoge damage. Deze damage heeft eigenlijk alleen zin voor bosses. Laat ik het gewoon even openmaken. Hopelijk zit er een treasure room item in de chest. Dan ga ik die rerollen als er wat kuts is. Nou, dat viel dus tegen. Dat viel tegen. Zit er nog iets in? Wat is dat? Wat is dat? Ik weet nog steeds niet wat het was. Normaal ga ik altijd nog best wel zoeken naar treasure rooms. Nog niet echt gedaan. Ik bedoel, secret rooms. Dan zoek ik altijd heel erg naar gewoon alles wat je ziet. Gewoon iedere muur kapot maken. Ja, klinkt heel makkelijk. Is het ook eigenlijk? Nou, mooi meegenomen. Kan jij dood van een 4? Twijfel ik. Ik zei dat ik het betwijfelde. Dan kan ik hier beter van een 4 doden, zeker. Stomme vliegjes. Ik haat vliegjes. Veel te veel vliegjes. Oh god, ik heb damage genomen van een vliegje. Oké, dan. Dankjewel daarvoor in ieder geval. Hartelijk bedankt voor de mooie spullen. Hartelijk bedankt met een hele, hele dikke zoen. Hartelijk bedankt voor een peper en zout. Stel, dat had je nou nog echt niet hoeven doen. Dat is van André vandaan. Ahumbawe. In the jungle, the lion jungle. Ik heb Pinky. Dat heeft niet eens zin. Mijn bommen zijn al poisonous. Dan kan ik nog beter de matchstick houden. Ik vind Pinky normaal gesproken een hartstikke fijne kameraad om als item te hebben, maar momenteel heb ik er geen anus aan. Ik ga meteen even de boss doen, weet je. Kijk naar het item dat ik heb. Het zou gek zijn als ik niet meteen de boss kan doen, want dan kan ik meteen het item weer rerollen. Ja, ik zit momenteel een beetje te kutten, want ik heb de dice, alleen ik doe er niet echt veel mee. Het chill is, dus als ik dus gewoon 2 keer damage neem, kan ik hem meteen rerollen. Nou, gaan we naar de boss toe. Hey, monster 2, hoe gaat hij met jou dan? Ja, lekker Rick. Nou, fijn, ik heb vraag, leuk. Sociaal gebeuren en zo. Nou, die monster 2 gaat gewoon dood. Kom het op neer. Oh mijn god, je steelt mijn trucjes, dude. Ik ben degene met de giftige balletjes. Oké, dat ontweek ik net aan. Altijd oppassen voor die monster 2 als je naast hem staat, want dan gaat hij laser spugen, vindt hij leuk. Een van zijn hobby's namelijk. Oh kut! Sterf monster 2! Sterf in de hemel hel. Ja, hij is dood. Maar gaan zijn vriendjes ook dood? Dat is de vraag eventjes. Nog één zo'n klein beestje achter me aan. Dat is ook lullig. Balletjes gooien. Oh, yes. Oelala. Magic 8-ball wil ik sowieso wel rerollen, maar eerst ga ik eens de Devil Room in. Ik heb redelijk wat hartjes. Dit is niet de moeite waard. Je kan normaal, als je namelijk een hartje ding hebt in de Devil Room, kun je rerollen. En dan kan een 2 hartjes ding 1 hartje kosten. Dat is zeker chill. En waar rerol ik hem voor? Mom's Coin Purse. Ik ben met Isaac, dus dat ga ik zeker niet doen. Ik kan desnoods kan ik damage nemen. Ik heb 22 bommen bij me, maar ja. Damage nemen van. Oh, daar is trouwens gewoon nog een ding. Oké, leuk. Extra Soul Hearts. Zeg ik geen nee tegen als je het niet erg vindt. Ik kan trouwens beter die Soul Hearts kunnen laten liggen tot aan het einde van deze floor. Maar alsnog, heb ik de shop al gehad? Ah, daar zat Greed in. Dat was natuurlijk erg skeer. Waarom pak ik deze muntjes eigenlijk niet? Dat is een goede vraag. Laten we er even heen gaan. Ik heb een goed gevoel over deze run. Of ik moet het ergens echt. Het is meestal in 1 room, want ik het echt verpest. Maar ik heb nu wel 3 volgers, dus dat maakt het wel redelijk chiller. Ik zat te denken om misschien ook wat custom runs te doen, weet je wel. Dus dan gebruik ik gewoon cheat engine. En dan cheat ik een bepaald aantal items. Dat zijn mijn spelregels. Ik cheat bijvoorbeeld
Ik zat te denken aan een run dat ik alleen alle volgers heb. Dus Little Chat, Ghost Baby, Harlequin Baby. Alle baby's, alle ghost dingen. En voor de rest geen item rooms, weet je wel. En geen tears up, al die shit. Gewoon puur baby's. Ik vond het wel een vet idee. En jullie misschien ook. Dat maken we de realiteit van. Ja, momenteel ben ik gewoon flink aan het aankutten. Oh, daar is nog een treasure room ergens deze vloer. Dat is wel fijn. En ik moet een boss room item, dus daar heb ik iets gaan rerollen, toch? Of heb ik hem al gepakt? Nee, die mag ik nog rerollen. Dat is mooi. In principe moet ik eigenlijk altijd nog even een damage plekje behouden. Als ik denk, wacht, ik wil eigenlijk gewoon eventjes een boss item rerollen. Ik heb bijvoorbeeld even spikes nodig of ergens een vuurtje aanlaten, weet je wel. Iets in die richting. Iets in die richting moet je even doen. Dat is wel handig. Oh kut, dat was niet de bedoeling. Sorry, ik heb wel mijn dice gecharged daarmee. Is het de Joker? Oeh, die ga ik zeker meenemen naar de volgende floor. In de hoop op een angel room. Reroll ik die angel room. Bam, YOLO swag. Als ik even een angel room kan scoren op de volgende floor, zou dat zo vet zijn. Als ik die even met de Joker kan pakken. Ze hebben fucking goede shit altijd in de angel room. Daar staat de angel room bekend om. Fucking goede shit. Nog een keer. Oh mijn god, X marks the spot overal. Kom op, please. Heb je eens een goed item erin? Ah, jammer. Teleurstelling. Probeer ik even de secret room gevonden. Op de super secret room zelfs. Wat hebben we hier? Muntjes. Hoera. Nou ja, waarom ook niet. Ik kan moeilijk nee zeggen tegen deze muntjes. Ik moet trouwens even terug. Want ik heb al een tijdje een dice charge. En dat is zeker fijn. En dan zijn wij blij met deze dice charge. Want dan kan ik helemaal teruglopen naar de boss room. Met deze drie volgers achter me aan. Die precies een mooie afstand tot elkaar houden. Als je alle volgers hebt, ziet dat er echt cool uit trouwens. Zijn er een stuk of 6, 7 misschien? Dan heb je echt een hele fanfare. Best wel awesome. Ik denk dat Little Steven wel een van de chillste vindt, vanwege dat hij doelzoekende shitjes heeft. Shitjes helemaal, ja ja. Ben ik weer. Even rerollen hoor. Squeezy. Ah joh, rot toch op met Squeezy. Ik blijf gewoon rerollen. Het liefst een damage up. Nee, trouwens geen damage up. Het liefst gewoon een HP up, denk ik. Een Squeezy geeft het extra soul hard. Ja, dat kan zeker fijn zijn. Maar ik ga hem lekker rerollen, want ik heb waarschijnlijk daar de kans nog wel toe. En anders moet ik gewoon een keer mezelf pijnigen. Altijd leuk. Ik heb het wel veroverd voor een extra hartje. Want veel hartjes zijn zeker fijn. Het liefst zou ik echt voor het einde nog even Guppy's Paw krijgen. Alles inwisselen op een Soul Heart. En dan rocken. Alleen dan met een broek aan, zeg maar. Ik heb wel gewoon een broek aan. Maar dan alsnog rocken, snap je? Dus je begrijpt. Oh mijn god. Dat was niet eens de bedoeling, maar weet je waarom ook niet. Het spel toch zo aanbiedt. Hey Rick, je moet gewoon even jezelf opblazen met dat ding. Oké, okay, nou, vooruit dan maar. Hopla. Nou, ik heb weer bijna een charge. Dat scheelt. In principe. Oh kut, ik haat dit soort rooms. Omdat ik gluten niet haat. Oh nee. Nam ik toch even bijna damage hier. Hoe durf ik? Hopla. En de laatste, maar niet de minste. Boom. Hey, we zien naar binnen. Wat krijgen we voor leuks? Reroll. Oh kut, dat is kut. Wacht. Ik heb een plan. Ik heb toch overal zat hartjes liggen. Bam. Bam. Reroll. Wat? Die geeft HP up, toch? Yeah, damage up en HP up op Mushroom. Doen we het voor hem. Waarschijnlijk, voor mij gaat je speed omlaag. Dat merk ik namelijk wel redelijk. Oh, worth it. Ah, fuck it. Deze room is redelijk poep. Ik heb niet echt een mooie bommenwerpplek. Ah, beter. Ja, dat is een goede bommenwerpplek. Kan er weer door. Hopla. En nog een mooi muntje. Lekker veel geld. Heerlijk. Heb ik alweer een charge? Ja, mijn dice heeft alweer een charge. Kan ik weer helemaal teruglopen naar de bossroom? Ah, Rick, je moet er wat voor over hebben om je run een beetje te securen. Iets waardoor mijn speed een beetje omhoog zou gaan. Zou niet mis zijn. Ondertussen nog even op zoek naar de super secret room. Weet je, die moet ook ergens zich huizen. Ik weet niet. Heeft iedere floor een super secret room? Ik denk het niet. Anders dan, dan zou ik het echt wat beter moeten zoeken, denk ik. Heeft het nog zin om een extra AP'tje erbij te halen? Tuurlijk heeft het zin om een extra AP'tje erbij te halen. Wat is dat voor vraag? Waarom zou het geen zin hebben om een extra AP'tje erbij te halen? Precies. Ja, die Joker die is sowieso nice. Die moeten we sowieso bewaren. Zo. So. Dus ja, ik kan ook gewoon naar de volgende floor. Maar zo werkt het niet bij mij. Rerol. Mams lipstick. Ah, joh, man. Daar doen we niet voor. Gewoon weer verder met die ding charge. Oh god, ik weet het duurt lang. Ik weet het, mensen. Oh, Rick schiet erop, man. Nee. Weet je, misschien is het dat het ene verschil. Dat ene hartje. Dat ik net nodig heb. En ja, dat kan ik niet hebben. De gedachte dat ik het gewoon had kunnen hebben. Misschien kan ik nu wel een heel chill item, maar ja. Zoveel chill items zijn er voor mij niet eens te halen. Want ik heb al ippekek. En de damage is dus eigenlijk al redelijk binnen. Het enige wat ik eigenlijk wil is hartjes. En misschien een beetje snelheid zou ook wel fijn zijn. Als je het doet langzaam, ik momenteel beweeg. Zou snelheid niet mis zijn. Hallo daar, schoonheid. Oh kut. Oh kak. Oh, sorry jongens. Ik ben een beetje boos. Niet zo boos doen. Boom. Boom. Yeah. Oké, nou nu ben ik klaar met alles opchargen, want ik kan niet meer verder chargen zo'n beetje. Nou, dat is fantastisch in ieder geval, dan ben ik daar tenminste klaar mee. Nu moet ik wel, dus de laatste reroll. De final reroll. Ta-da-da-da. Ta-da-da-da-da.
Volgende floor is trouwens de laatste floor waarin je nog een shop kan vinden. Dus zo graag een map. Of dit andere ding. Hey, joh, dat andere ding ook weer. Ik kan gewoon de shop blijven rerollen in principe. Dus dat is heel fijn. Voor een kompas of een map. Ik denk dat ik liever een kompas heb dan een map natuurlijk. Oh fuck, dan heb ik hem niet eens gepakt. Doe ik zoveel moeite. Pak je niet eens het item, dan ga ik gewoon weg. Nou, ik ga wel meteen de joker gebruiken. Oh, vind je meteen een secret room. Nou, dat even voorhang. Horn of the Unicorn, reroll, Bob's head. Ah, rot, gop joh. Oh, wat, ik moet trouwens wel die items pakken. Dat vergeet ik iedere keer. Je moet ze pakken. En dan weer terugleggen, want dan krijgen ze die nog een keer. Want voor mij had ik aan het begin van deze run ook al Bob's rolling head pakken. En weer terugleggen, want dan kunnen die nog een keer krijgen deze run. Dat is een trucje dat Daniel me heeft geleerd. En laat ik Sensei Daniel daar gewoon trouw in zijn. En dan daarin volgen. In principe vind ik het ook helemaal niet erg dat ik damage neem. Die zeggen van, jee, dankjewel voor de extra charge voor mijn dice. Meestal heb ik nu al lang al de D6 weggedaan, maar ik ben blij dat ik hem nog heb. Hourglass, ja, maar aars. Dat zijn dus twee spatiebalk items. Die gaan we sowieso allebei even rechargen, ook al is dat het laatste wat we doen. Oké, dit is niet heel fijn. Ik heb fijne situaties gehad. Au, au, au. Sorry, sorry, aan de kant. Hier komt Miel Monter. Ja, ja, ja. Maar ik doe het recharge liever pas als ik al mijn health al heb, Sam. Als ik full health heb en dan lekker... Oh, had ik deze al gevonden? Even kijken wat ze hier te doen. Ja, gewoon een chest, daar doe ik er niet voor. Dat is de moeite niet waard, jongens. Hier zit... Oh, wat, ik kan deze even rerollen. Kom maar op, Bob's Rotten Head. Ank. Ik vind Ank echt een kut item eigenlijk. En zo'n run heb ik echt... Nou, wacht eens. Ik word wel geboren met redelijk wat soul hearts, moet ik zeggen. Dus dat zou ik nog wel pakken. Nou, ik pak hem wel gewoon, joh. Ank, hier kom ik! Want zeg maar, je wordt geboren met het aantal hartjes dat je hebt. Dus ik ben nu redelijk wat hartjes aan het sparen, zoals je al ziet. Ik heb er nu 7. Dus mocht ik doodgaan, dan spawn ik nog een keer met 7 soul hearts. Misschien is het zelfs een manier om met vraagteken Isaac te verslaan. Als ik nog even wat extra hartjes erbij kan osselen. Alhoewel, ik weet niet of het makkelijk is Isaac te verslaan met Ippekijk. Je zou zeggen van wel, in ieder geval. Ik heb geen idee of 7 een beetje genoeg is, maar... Oh, sorry. Excuses iedereen. Ja, ik ben echt slecht in deze room. En dan ook nog eens hiermee. Dat werkt niet echt samen deze ding. Ze zit echt zo'n beetje heel blij in en weer te springen. Van, oh nee, oh, fuck. Wacht gewoon, ben jij in één keer één vriend? Ga eens dood. Nee. Goed zo, dat mocht even duren. We hebben dan... Wat, ik ga eerst even de joker gebruiken, denk ik. Oh, Krampus, goeiedag. Goeiedag, Krampy. Het chillen is, hij gaat me nu waarschijnlijk een lamp of coal geven. En dan denk je, Rick, wat is dat zo chillen aan? Goeie vraag, kijker. Lamp of coal. Hoe langer een kogel de afstand is, hoe meer damage je doet. En dit ding heeft natuurlijk altijd wel een redelijke afstand. Oh, kut. Ik raak niet echt, hè? Hij wil niet echt raak schieten met die Isaac momenteel. Ben ik eigenlijk Isaac toe? Ik heb de D6. Mijn range is te ver. En daardoor doe ik hem geen damage. Oh, kut. Dat was niet de bedoeling. Sorry, Krampy. Kan ik gewoon de lamp of coal weer rerollen? Hopla. De nail. Ik moet er haast wel pakken. Alleen ja, ik zit nu in een devil room en nu kom ik er weer uit. En kan ik er weer in? Dat is een beetje de vraag. Want ik wil de nail heel graag. Alleen, ik wil het liefst ook weer de devil room in. Want dan kan ik mijn hourglass nog rerollen. Maar ik denk dat ik hem gewoon pak. Ja, ik pak hem gewoon. Ja, YOLO. Hopla. Nu ben ik redelijk onsterfelijk. Als ik nou nog even de waver erbij heb, ben ik onsterfelijk in principe. Nou, goed genoeg. Iedere keer als ik damage neem, kan ik weer een half soul heartje erbij pakken. Dus dat is zeker fijn. Dan heb ik ook nog eens Ippekek. Eigenlijk zou ik even iets van Charm of the Vampire erbij moeten hebben. We hebben nu tenminste een redelijk chille run. Ik denk, ik zit echt serieus even na te denken zelfmoord te plegen zometeen. En dan met Ank, zeg maar, het veld te halen. Dat aan het spelen haal ik Isaac met vraagteken. Dan heb ik tenminste wel nog iets aan deze run. Dan heb ik een dubbele awesome. Ik ga erover nadenken in ieder geval. We moeten even tegen die tijd kijken hoe het met onze awesome uitgaat. Dan kun je eens doodgaan, zeg maar. Echt waar, Rick? Ja. Serieus. Believe it or not. Juist doodgaan. Oh, kut. Dat was niet zo heel slim. Wacht. Het maakt helemaal niet uit, die zones. Maakt helemaal niks uit. Want je levert deze hartjes toch weer in voor... ik verlies tenminste momenteel gewone hartjes en lever ik in voor soul hearts. Dus dit is alleen maar goed, eigenlijk. Ga gerust door. Net zoals blood donation machines, bijvoorbeeld. Heel chill, deze floor. Hopla. Nail. Dankjewel. En natuurlijk geeft de nail ook nog eens lekkere stats. Dat is altijd fijn. De nail is heerlijk op deze verdieping. We doen het tegen Mom. Mom is redelijk een pretje met Ippekijk. Als je gewoon niet op de voeten mikt en gewoon vooral op de deuren. Zodat ze aan de deur komt koekeloeren.
Probleem is alleen... Nou, niks eigenlijk. Want ik moet sowieso even de shop vinden. Maar wacht, die kan ik niet meer rerollen. Eet. Of ik moet nog een keertje de Devil Room opnieuw in kunnen. Oh, was dat een secret room? Oké, cool. Ze heeft een super secret room gevonden, zeker of niet? Wat zit erin? Oeh, twee spinnetjes! Oké, kom maar je spin. Kom maar, spin. Pff, beter. Dat was een anticlimax. Ik ga sowieso eens proberen iets van full health te krijgen. Iets in die richting in ieder geval. Oh god, overal chaos. Living in a chaos. Dat is van... Oh, spring. Hopla. Hopla. Hup, hup. Een barbetruc. En zo. En zo. En zo. En sterven. Yes, een sterf. Hopla. Ik ben bijna klaar voor mama. Ja, het probleem is dus... Ik wil eigenlijk de shop rerollen. Dat is eigenlijk het hele plan. Ik heb fucking veel geld. Wat wil ik eigenlijk van de shop? Ja, het probleem is dat ik hem dus niet meer kan rerollen. Ik had de joke eigenlijk even moeten bewaren in dit geval, ja. Ik heb in ieder geval de nail gekregen van Krampus. Thanks daarvoor. Dat is wel zo waar ook van als je hem doodde, ja. En je rerolde dat... Oh, dankjewel. Daarvoor. Deze angel dingen zijn verschrikkelijk! Ik dacht, ik wijs jullie er even op dat ze verschrikkelijk zijn. Maar dat zag je waarschijnlijk ook al op mijn scherm. Het is niet dat ik hartjes op verlies, maar ja, later. Latere rooms. En dan bedoel ik het als... Ik ga zo sloom, hè. Ik ga zo eerlijk sloom. Ik mis de D6 nu al. Normaal heb ik hem al lang weggedaan, hoor, daar niet van. Maar ik mis hem alsnog. Het is zo'n fijn item om te hebben. Oh, oh, oh. Mijn slowness is wel echt heel irritant. Vooral voor mom. Gaat dat heel irritant zijn. Jee, ik had een eternal heart ding. Blauw hartje. Wee. En hij is dood. En zijn maden zijn bijna dood. En dan gaat ze laatste maatje. Maatje. Snap je net als in vriend. Jee, jou pak ik, jou pak ik, jou pak ik. Woe. Waar zit die shop dan, hè? Waar zit die shop dan? Zit die misschien niet? Die hourglass mag het spel sowieso houden. Dat is duidelijk. Ja, het was niet het slimste wat ik... Oh. Oh, kut. Sorry. Aan de kant, sokkels. Deze kan ik gewoon best wel gaan proberen te doden met balletjes, hoor. No probleem, hoor. Hier ergens is vast een shop en ik hoop dat ze de kaart verkopen. Ah, hier is een shop in ieder geval. Shop gevonden, dat scheelt. Ah, ik ben zo langzaam. Kijk me langzaam zijn. Wauw. Is het weer een jokerkaart? Dat zou fijn zijn. Wow, ik beuk het gewoon allemaal ver. Tool spades, oké. Hopla, 20 sleutels. Moet kunnen, toch? Moet kunnen. Kijk. Mom's purse, more trinket room. Kom op, please. Maak hier even een trinketmachine van dan. Oh, dat is jammer. Dat is jammer. Ik ga even een mooie kaart hosselen. Een aanzichtkaart voor naar huis. Oh, die kan hier trouwens ook wel even iets wat slims doen. Even geld verdienen, weet je wel. Zullen we even een IV-bag hosselen? Oh, ik moet trouwens wel mijn nail gebruiken, anders ben ik heel dom bezig, hè. Als je een nail niet gebruikt, Erik, dan ben je gewoon dom bezig. Kijken of ik hier dus even een IV-bag kan hosselen. Kom op, paas me die IV-bag-machine. Je weet dat je het wil. Dus even een onderdeel van Tips met Rick, weet je wel. Flikker al je hartjes hierin. En krijg die coole IV-bag mee naar huis. En nu kan ik met al dit geld... Kan ik gewoon je in deze bagger gooien. Je moet sowieso echt even een speed-up pil. Oh god, blaas jezelf niet op, man. Waarom? Dat vind ik zonde van je, man. Echt zonde. Waarom sterven de beste zo jong? Oh ja, als je een half hartje hebt, dan gaat hij op een gegeven moment soul hearts erin gooien. Dat is heel glitchy allemaal, maar... Ja, in principe kan ik ook oneindig daarin gooien, toch? Ik gooi toch gewoon een half hartje in, of zie ik dat weer verkeerd? Want als ik er gewoon... Ja, of liever gewoon mijn eigen hartjes op. Maar in principe gooi ik er al een halve soul heart in. En na twee keer krijg ik weer een soul heart terug, dus... In principe zou het gewoon oneindig door moeten kunnen gaan, toch? Denk ik. Ik ga het gewoon proberen. Als ik op een gegeven moment blauwe hartjes weer zie, dan doe ik iets verkeerd, zeg maar. Oneindig geld verdienen voor de win! Yeah! Nou, ik vind het, ik vermaak me wel. En gebruik dat ding weer. Kom op, pas maar even die IV back, yo. Die ding mag ook gewoon niet kapot. Gewoon een hevige jongen. Zo. So, yes! Oh, ik wist gewoon dat het de... Oh, waarom wist ik gewoon dat het dit spatiebalk item ging worden? Ik haat dit spatiebalk item. Stomme spa. Oh! Helemaal vergeten dat ik bommen schiet. Applaus voor Rick. Wereldgenie. Hetzelfde geldt voor deze room. Ik kan gewoon naar binnen, toch? Of neem die spikes 1 damage. Dat zou best kunnen, namelijk. Nou, ik denk dat ik het hierbij laat dan. Ja, ik heb more trinket room gekocht daar.
In de womb vind je vaak nog wel trinket rooms in secret rooms, dus dat is wel fijn. Ze voordat gewoon in de mom gaan en geraped worden, probably. Ze is nog steeds heel erg met het probleem van ik kan met Blue Baby gaan spelen, maar dat zien we dan wel weer, weet je. Ik ben ook gewoon heel blij als ik weer een stukje van de Polaroid heb. Dan heb ik 3/6, oftewel een halve Polaroid. Moet nog 3 keer zo'n run doen. En dan kan ik verder in het spel. Oké, dat is redelijke damage. Hey hoer! Bam! Ik ga niet eens op dat been proberen te focussen. Zodra ze gewoon zijn oog open gooit, doe ik gewoon dat. En daar hou ik het denk ik bij. Ja. Gaat wel goed zo. Ik kan niet klagen. Nee! Isaac, nee! Kom dan met je oog. Je oog eet. Oh kak, oh kak. Er gebeurt veel te veel op mijn scherm. Oh, ik dacht even dat ik ook kon rechargen, maar dat viel ook weer tegen. Waarom steekt er geen hand uit? Ik ben zo langzaam! Verschrikkelijk! Langzaam! Verschrikkelijk langzaam! Oké, gaat hij daar? Oog, cool. Oog, schouders, been en been, been en been. Woehoe! Oh, een bijtje erbij. Heerlijk. Zo. Een beetje van die erbij. Ah, oh, dank je. Yay. Ik denk echt dat we ervoor gaan. Gewoon proberen met vraagteken, vraagteken, vraagteken te doen. Als ik zover kom. Dat is er zover komen trouwens. Goed plan, Rick. We gaan verder, denk ik. We shall continue. Nou werkt onze awesome nail plus dingen strategie niet helemaal meer. Dat is jammer. Jammer genoeg nog steeds geen kompas en er komen geen shops meer. Misschien dat in de cathedral shops komen. Ik ben echt 4 keer in de cathedral. Nee, 3 keer in de cathedral geweest of 4 keer. Ja, de helft van de keer heb ik gewonnen, de andere helft niet. Dat vind ik nog wel redelijk. Terwijl ik de eerste keer nog niet eens wist wat ik deed tegen Isaac. Dus ik was sowieso kansloos. Hopla. Oh, daar gaat er eentje. Sukkel, hier. Oh, kak. Oh, ik haat mezelf. Oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow. Oh. Niet zo snel. Met zoveel blauwe hartjes moeten ze eigenlijk een extra hartje te verdienen zijn. Aangezien je blauwe hartjes eerst opgaan en dan pas je Eternal Hearts. En ik haat deze madness. Stomme baby. Ah! Ga dood, Angel. Ga dood. Nu. Bam. Yay. Half hartje. Zo, dankjewel. Nou, ik ga die dus nog even niet pakken. Nog even niet. Ik bewaar hem even voor het einde. Ik kan me best gewoon na de bos pakken trouwens. Nog, dat is nog veel beter, joh. Echt, Rick. Ik zou het haast niet kunnen verzinnen. Stomme dingetjes. Stomme embryo. Rale talen. Malen kalen. Trouwens, 1 over 12. Maakt dat uit, Rick? Nee, nee, nou niet. Zo, even een extra mooi blauwasje erbij. Echt, de heerlijke snelheid van ons is wel echt fantastisch. Daar ben ik blij om. Yay! Een nickel. Ah, ze hebben nog niet genoeg geld dat, joh. Wacht, wel, wacht. Oh, ik heb wel eens nog mezelf pijn gedaan, maar het was het waard. Dus even die keren dat ik kan zeggen, ah, het was het waard, joh. Hey, sukkel, je bent dood. Is daar misschien nog een treasure room? Nope. Oh, dat is niet zo heel slim om daar meteen... Au. Probleem hierheen te schieten en dan komt het vanzelf goed, denk ik. Zo! Oké, daar gaan we dan weer. Deze jammer dan meer. Het schiet niet echt op, hè. Het schiet nooit op bij mij. Oh, wacht, dat is waar ook wat. Ik kan ook gewoon deze hele bokken kapot schieten. Dan kunnen ze helemaal niks. Dat is ook leuk. Zoals hij daar. Zie je dat? Kan weinig. Nog meer geld. Ik ben fucking rijk. Iedere bitch wil mij nu, want ik ben gigantisch rijk, jongens. Nil gebruiken in sommige rooms ook gewoon echt af te raden. Gewoon omdat je zo sloom ben. Zo verschrikkelijk sloom. Ik haat slowness. Ik heb echt nooit... Ik heb te veel items gepakt waarvoor je helft kreeg in ruil voor slowness. Ik heb spijt. Ik heb echt spijt. En terecht dat ik spijt heb. Kijk hoe sloom ik ben. Het zou raar zijn als ik dit leuk vond. Ah. Dus ik neem gewoon echt damage. Gewoon omdat ik te langzaam ben om wat dan ook te ontwijken. Kijk, kijk mij gaan. Door het scherm. Fucking hard op je beeldscherm. Nou, zeker hard, ja. Ik kan hem ontwijken. Nou, dat mocht even duren. Maar de nodige hartjes zijn verkregen door die room. De nodige hartjes zijn verkregen. Oh, wacht. Mijn einde van mijn soulhearts komen gewoon in beeld. Dat is niet zo mooi. Maar... Mijn gewone hartjes komen eens hard terug in ieder geval. Oh, huh? Dat heb ik nou kapot gemaakt. Mijn reactie op dat soort dingen. Dat heb ik nou kapot gemaakt, jongens. Oh, leuk. Een half hartje. Wat cute. Ja, misschien. Ah! Cool. Please, drinkenmachine, drinkenmachine. Super greed! Nee, super greed. Nee, niet doen, mafkees. Doe niet zo gierig. Super greed! Super greed, super greed, super gierig.
Nou, dat komt wel neer, want dat is eigenlijk zijn naam in het Nederlands vertaald. Super gierig. Oh, hij droppen echt heel veel geld voor iemand die 99 puntjes heeft. Nou, bedankt Super Greed, als ik jou toen niet had, hè. Oh, Super Greed toch. You silly. Jij mafkees. Veel te veel mannetjes. Wauw, bedankt. Echt bedankt, spel. Oh, ik ga zo lekker snel. Heerlijk en fijn. Oh, ik kan niet eens een rotaartje meer oppakken. Dat is jammer. Zijn we bijna bij de baas? Waarschijnlijk niet. Oeps. Oepsie floepsie. Vis. Ah, wacht, ik kan ook gewoon weg hier. Ik kan gewoon weg hier. Het kan nog, jongens. Hoppakee, weg daar. Stomme visjula. Ik kan veel snel door die room zijn. Gewoon als het me niks interesseert, gewoon weggaan. Nou, waarom zou ik het niet doen eigenlijk? Het zou raar zijn als ik tegen mijn zin in rooms ga doen in ieder geval. Hopla, jij bent dood. Oeh, de left hand. Hij kan twee trinkets meenemen, dus waarom zou ik het niet doen? Left hand gaat heel snel dingetjes, weet je wel. Ik ga hem lekker hier vast activeren, anders ben ik zo slow in deze room. En wie hebben we? Genoeg. Wat de fuck is dit? Ik heb deze nog nooit gehad, joh. Is het nou een visjula, maar dan anders? Lijkt er namelijk wel op, hè? Yes. Oh god. Het wordt sowieso één grote rotzooi. Ook al die spinnetjes, ik haat spinnetjes. Oké, nou dat doen we zo. Dan maar op de harde manier. Oh, daar gaan we allemaal soulhearts in één keer in. Het zijn vooral die spinnetjes nog die irritant te zijn. Omdat ik zo verschrikkelijk sloom ben en shit. En waarom? Ik heb niet eens. Ik kan me echt niet herinneren dat ik Poison Touch of iets in die richting heb opgepakt. Alleen iedere keer ze me aanraken, dan trippen ze me helemaal. Nou, dat was in ieder geval geen niet al te moeilijke boss. Ik heb ook nog dat Eternal Hartje liggen. Zo, oké, dogfood. Dankjewel. Nog meer HP. Alsof ik nog niet genoeg had. Nog meer HP. Dat doet mij goed. Hierna komt de boomp. Dat is leuk. Baarmoedertje. Baarmoederpesten. Ja, daarna. Ik heb trouwens echt heel veel hartjes hierna. Want dan heb ik nog een. Ik ga zo meteen echt die hele rode hartjes mee te vollen als ik ze door vullen. Als ik zo door ga vollen. What the fuck, Rick. Boom. Dankjewel, spel. En dit wordt de run van de eeuw. The Century. Ik hoop wel echt dat Daniel gelijk had. Dat je terugkomt met zoveel Eternal Hearts. Als dat niet zo is, ben ik namelijk kaart in de poepen genomen. En dat zou heel jammer zijn als ik kaart in de poepen genomen werd. Ja, ik zit heel erg te twijfelen. Want ik ga me heel kut voelen als ik het niet red. Omdat ik gewisseld heb naar vraagteken, vraagteken, vraagteken. Maar als ik het red met vraagteken, 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 ben ik vast awesome. Ik ben sowieso wel awesome, daar niet van. Oké dan. Kom maar op, baarmoeder. Ik ga naar beneden. Ik heb een goed gevoel over beneden. Oké, ik heb een slecht gevoel over beneden. Oké, ik leef nog. Ik ga gewoon verder. Sukkels. Ik zie daar dus een room die ik wel kan halen. Oké, dat is niet geluid. Oh, stomme baby's. Ja. Gewoon weer weg. Gewoon weer weg. Iedere room gewoon ontwijken. Maar misschien kan ik deze even. En nog een keer. Jee. Oké, dit gaat vast iets slechts doen. Oh, range up. Ik wil wel geen range up. Dit is best wel slecht, inderdaad. Nieuwe strategie, jongens. Nieuwe snelheid. Tactiek. Dat doen en dan gewoon naar de andere kant van de room lopen. Jammer genoeg ben ik niet zo heel snel. Nou, tenminste, dat kan me niet ontmoeten. Die kant op. Oh god. Oh god. Het is slot. Oké, dat ging goed. Dat ging beter dan verwacht. Alles ging beter dan verwacht. Hopla. Eigenlijk een keer een room gehaald voor de grap. Voor de grappen gewoon wat af te leren, weet je wel. Om het niet doen van rooms af te leren voor de grappen van een room gedaan. Ja, waarom ook niet. Waarom heb ik dit sowieso de hele run niet gedaan? Oké, je vindt best wel items en shit. Oké, logisch. Maar nog. Als je hem toch in de room zit, even ziet van, kappen mee. Zoals ik nu, ja, kapper gewoon mee, jongens. Ik heb helemaal geen zin meer in. Dus dan moet hij waarschijnlijk weer terug, maar ik helemaal verkeerd zit. Dat is kut. Weer alle rooms skippen namelijk. En daar heb je geen last van, hè? Als je gewoon legit iedere room haalt. Dat zou je ook kunnen doen, ja. Dat kun je ook een strategie noemen. Oh, kak. Dat zag ik niet aankomen. Ik zag de kak wel aankomen. Ik poep namelijk redelijk af en toe. Oké, we moeten weer terug. Leuk. Hartstikke leuk. Ik kan hier als goed is nog steeds naar boven. Dit is die room met die dubbel slof, toch? Dus dan kan ik gewoon nog naar boven hier. Niet bewezen dat we daar niet heen moeten. Thanks, slof. Oh, wat? De deur zit weer dicht? Hoe kan dat? Ah, dank je. Graag gedaan. Waarom bedank ik mezelf? Goeie vraag. Overal chaos. In ieder geval. Dat is duidelijk. Mogen dat duidelijk zijn. Zo. Deze gebruikt. Leuk. Is hier een baas? Tuurlijk niet. Tuurlijk niet. Oh, wat, ik kan net goed meteen weer terug. Oh, wacht. Ik kan nog naar rechts toe. Dat is jammer. Laten we deze room gewoon even halen dan. Die ziet er niet echt uit als een hele moeilijke room. Zoals ze eenmaal allemaal van allemaal embryo's hebben gemaakt. Zoals nu. Nou nah, joh, kijk. Ik ga meteen nog ongeveer zien. Oh, hier ben ik al geweest. Dit is niet goed. Zo. Muntje. Hartje. Mijn hartjes gaan wel niet al de goede kant op, trouwens, moet ik zeggen.
Die irritante lasers zijn het irritantst. Daarom heet het ook de irritante lasers. Niet de gezellige leuke lasers van leukigheid. Hey, zo heb je nog niet over nagedacht. Ik kan dat ook gewoon proberen te doden met balletjes. En wel lekkere balletjes. Die balletjes doen eigenlijk echt helemaal niks aan damage, maar... Zoals je ziet, deze persoon wordt lekker afgeleid en dat is ook goed. Nou. Weet ook weer welke kant we niet ontmoeten. Deze kant namelijk. Yay! En dan zijn we weer bij mijn grote vrienden. En dan doen we die deur open en dan... Hopla. Nou, we kunnen om één kant op, naar links. Waar ik eigenlijk aan eerste instantie aan zat te denken, dacht ik, nee, links. Komt die jongen erop. Even de uitwisselingsstudent. Ik heb echt al bijna niet genoeg snelheid om die truc te doen. Hallo, angel baby. Oké, die is, dat is één baby minder. Oh, dat brein leeft al, zelfs nog wel. Boom, sterf. Oké, kak. Kaka. Chaka. Zo, ik vind dat de mams hart gaan we sowieso halen. Duidelijk. Hier is mams hart ergens, denk ik. Oké, dat valt nog tegen. Valt me nog mee. Valt me nog mee tegen. Oh, kut. Komt een brein op me af. Dat is minder. Dat is minder. Oké, dan. Dat waren de breinen. De grote breinen achter deze organisatie. Sorry. Daarvoor. Oké, ja. Gaat nog goed. Zo, jij ook hebt... Oh, sorry. Sorry. Boom. Ga je nu door de stekel zijn, vriend? Pas je wel op, jongen. Wat heb ik? Oh, luck up. Ja, graag. Nou, ook niet. Ik heb niks tegen. Wat geluk. Oké, kak. Jij kan het beste nu met nul gebruiken, maar ook weer niet. Want dan ben ik zo langzaam. Oké, alleen nog deze goede vriend Isaac. Oh, kijk. Yes. Half hartje erbij. Waar ben je, baas? Waar ben je, baas? Ah, gevonden. Ik heb hem, jongens. Ik ben gewoon zo langzaam. Ik kan nog helemaal niks aan die damage doen. Was dan hem? Oh, maar net zeggen. Oké, cool. Nou, dit is wat we moeten gaan doen bij mam. Ben je klaar voor mam? Ja, ik mooi. Ik ook. Oh god, dit is nog het irritantste. Die zei laseroog doet. Hier, maak je zo maar even dood. Ik suicide ze maar eventjes. Huh? Waarom zit er nog een bosroom achter? Waarom? Heb ik dit aan te danken? Ik moet best even deze gebruiken. Oké, dat was niet echt heel goed, of wel? Oh, kut. Sorry. Sorry, meneer de baas. Waarom deed je dat, man? Ik dacht dat we vrienden waren. Ik vind het heel raar dat ik hierna nog een bosroom heb. Wat heb ik gedaan? Vraag ik me dan weer af, hè. Oké, nou voor de rest. Oh, dankjewel. Dat hartje wordt gewoon allemaal afgegooid. Hier, Rick. Tactical hartje inbound. Kut, dat is pijn. Dat doet ook pijn, waarschijnlijk. Heeft waarschijnlijk pijn gedaan. Ja, weet je, waarom dodge ik die kogels nog? Oké, dat was cool. Ik vraag me nu heel erg af wat er in die room hierachter zit. Maar we gaan dat niet doen. Als ik mezelf dood maak en ik terugkeer als vraagteken, heb ik zelfs een grotere winkans omdat ik veel meer hartjes heb, want dan heb ik soul hearts. We gaan tenminste sowieso hierheen. Niet in die bosroom hierachter. Kathedraal! Het probleem is wel dat ik geen idee heb waar ik heen moet. Wacht, ik ga gewoon weer skippen, denk ik. Kathedraal heeft vooral bossen, dus dat maakt het heel chill. Skippen! God, ik ben zo langzaam. Help me! Tegen mijn langzaamheid. Oké, cool. Keep you cool, Rick. Hou je cool. Maar dit is niet zo moeilijk. Wat de vliegjes zijn. Mijn vliegjes. Maar het irritantste nog aan deze doet. Als ze doodgaan, doppen ze een vliegje. Vind ik niet leuk. Nou, ik heb wel nog winst gemaakt. Ik heb één keer damage genomen, geloof ik. En ja. Omdat ik natuurlijk nog die nail heb, krijg ik weer een heel groot deel van mijn AP terug. Dus die vliegjes nou gewoon. Dat kan ik de room in en uit. Dan gaan de vliegjes ook dood. Kan ik me herinneren. Nou, tenminste een zoonhartje erbij. Ik zou voor gewoon eerst de hele room te clearen. Dan de suicide. En dan terug te komen met vraagteken. Oeh, kijk. Dit is cool. Eigenlijk moet ik dit bewaren voor vraagteken. Waarom, Rick? Goeie vraag. Ik moet sowieso de tik. Ik wou net zeggen, ik moet sowieso de tik. Dan krijgt Isaac al wat min 15% health. Ik vind dit zo'n leuke. Ik moet even onthouden dat deze machine hier staat eigenlijk. En hopen dat de Empress... Dat is toch... dat is die grote build op de hoofd, of niet? Of is dat meer damage, Empress? En Empress is dat mom een stomp geeft. Ik ben echt bang dat ik dood ga als ik de Empress gebruik. Dat zie ik echt aan voor dit spel. Want ik weet dat je de Bijbel gebruikt op Isaac. Empress Binding of Isaac. Ik ga het gaan googlen ook nu. Als we hier zijn maar nog even zoeken. Tarot cards. Staat er nog iets bij over de Empress? Cemetery Buzzard cards. Oké, dus nee, dat is High Priestess is dat is de elf. Is het goed? Oké, dan is het goed. Dan is het voet. De Hermit. Die teleporteert naar de shop die er waarschijnlijk niet is. Dus het is een random teleport. Oké. Had ik niet moeten doen. Alsnog. Kom hier, coole chest. Kom hier. Jij mafkees.
Het zeggen waarschijnlijk. Wacht, ik heb een plan. Oh, ik heb trouwens mijn muiscursor in beeld. Sorry. Woo! Nog een keer. Jee, dit is ons geluk. Wat krijg ik voor kuts? Oh, kut. Waarom liep ik daar overheen? Wat doe ik eigenlijk? Wat doe ik mezelf aan? Kom op. Puberty. Oké, okay, kom op. Doe eens even iets goeds. Revenge up wil ik helemaal niet. Dat zou je zo overdoen. We moeten even gauw de baas vinden. En dan heel cool zijn. Want ik ben al heel cool. Helemaal vergeten. Ik kan trouwens best wel even alle rooms clearen. Dan wordt het makkelijker om naar de baas te gaan vanaf de automaat. Waarom moet je eigenlijk naar die automaat drinken? Die geeft heel veel soul hearts in het algemeen. Ik kan het beste dus wel gewoon proberen zoveel mogelijk bosrooms te clearen. Op het moment dat ik dood ga, dan als het goed is heb ik Eternal Life gepakt. Hoop ik. Het zou echt heel kut zijn. Dat kan ik gewoon zien. Ik ga even checken bij mijn items. Oh ja, ik zie hem erbij staan. Het zou echt zo lullig geweest zijn als ik gewoon Eternal Life niet had gepakt. En ik dan, nee, oké, okay, we komen terug met Eternal Life. Oh, wacht, die heb ik helemaal niet. Dat zou lullig geweest zijn. Jij dood. Oh, kut. Jij moet ook even dood. En jij moet dood. En jij moet dood. Zo. Dankjewel. Oh mijn god. Daddy Longlegs, wat doe jij hier nou weer? Papa, lange poten. Oh god. Doe de Harlem Shake. Oh, and yes he did. Oké, okay, dat was te doen. Waarom vult de hele room in mijn bloed? Net alsof ik een bos heb verslagen, maar dat heb ik helemaal niet. Ik heb echt het gevoel dat de Isaac echt keihard gaan woepen hiermee. Echt zo hard is hij nog nooit gewoept, zeg maar. Oh, ik heb weer mijn muiscursor in beeld. Ik ben een hopeloos geval. Ik kan deze room sowieso wel openslaan, eigenlijk in principe. Maar ik vind het wel gezellig hier. Oh, die slof zijn zo snel. En ik niet. Zo, en jij ook. En jij ook, vriend. Goed zo. En wat dropt hij voor leuke kaart? Een tarotkaart, maar welke? De toren. Revealt hij niet de hele map? Nee, alleen de bommen. Oké, okay, dat is jammer. Dat is een nadeel. Deze kant op? Ja, we moeten er ergens heen, hè. Nou, dat is een keuze. Kunnen weg. Maar, ik kan ook deze irritante bommen hier doen. Dat is leuk, of zoiets. Kijk, leuk, gezellig. Swords laat ik even liggen, denk ik. Ja. Extra swords laat ik gewoon liggen. Gewoon, ik ben de beste jongen. Zo. Swords laat ik liggen voor toekomstig Rick. Dus alles op de kaart ligt. Oh, kan ik die deur niet in. Nou, vanuitgaande dat Isaac niet daar is, waar hij dan zo meteen zal zijn. Liggen daar twee extra swords, Rick, voor als je awesome wordt en in Ank mode. Want ja, dit wordt jouw eerste vraagteken. Versus. Dingetje. Dit is echt heel goed beschreven wat we zo meteen gaan doen. Vraagteken versus dingetje. Isaac. Op het spel is zelfs de Binding of Isaac, Rick. Ik vind het wel vet dat Isaac zeg maar een boss is. Ik had eerst gewoon echt het idee dat Mom het einde was. En toen was het in één keer zo van, ja, dit is niet. Je hebt nog veel leukere dingen, jongen. En toen was het zo van, ja, Mom's hart is het einde. En toen was het in één keer, oh, je kan nog naar Isaac. Oké. Okay. En toen hoorde ik dus laatst ook nog, ja, je kan nog naar vraagteken. Of Blue Bebe, zoals hij hem ook wel noemen. De Sun, die revealed wel de hele map. Kijk. Hier is de treasure room in ieder geval. Wauw. Bedankt spel. Als ik jou toen niet had, hè. Ik kan hier in principe in één keer doorlopen. Zo te zien. Ik kan in principe nog wat rooms doen. Oh, deze room is kut. Deze room is hakkie-takkie-jakkie. Dan gaan we nog heel even gauw het laatste stukje vrij spelen. Dan loop ik over wat spikes heen of zo. Iets in die richting. En dan verspil ik allemaal hartjes. Ik ga sowieso iets helemaal verpesten bij die machine. Dit is zo'n grote ding, sorry daar. Wat doe die kaart eigenlijk? Oh, de Empress vind ik wel leuk. Dan neem ik even mee naar deze room. Ik ga hem toch niet gebruiken bij de boss fight, denk ik. What a horrible night to have a curse. Ja, dat vind ik ook. Dat vind ik ook, man. Echt een verschrikkelijke nacht om een vloek te hebben. Je moet sowieso even chillen. Kijk, ik had de Sun goed kunnen gebruiken bij Isaac ook trouwens. Even een goede tarotkaart. In ieder geval. Zo, ja, dankjewel. Oh, cool, cool. Oké, nu moet ik alleen mezelf even dood maken. Kan ik gewoon op deze spike blijven staan? Gewoon blijven staan, Isaac. Gewoon blijven staan. Als het goed is. Ik ga zo boos worden als het niet lukt, hè. Dan word ik echt puur verdrietig. Hopeloos. Kom op, kom op. Kom op, please, werk. Zoals ik hoop dat het gaat werken. Dit is echt een gokkie. Maar hopelijk wordt het dat waard. Oké, kom, dan gaan we. Ik schrok al. Ik dacht, oh godverdomme, ik krijg maar drie dingen. Waarom zag ik dat zo weer aankomen? Wat? Deze room heb ik gedaan. Deze room heb ik toch gedaan, of niet? Zie ik dat weer verkeerd? Dat zou ik net zeggen, ja. Ik heb daar vast twee aan swords. Ik moet dus echt heel veel swords door deze slotmachine aan. Daniel heeft gewoon gelogen, de lul. Hij zei dat je het aantal hartjes krijgt dat je hebt. Behalve als het met een minimum van drie. Nou, dat is tegengevallen. Wauw. Nu heb ik twee swords. Als ik het nu niet haal, hè, dan ben ik zo hard genaaid. Ik heb hier tenminste wat twee extra swords. Dat vind ik fijn.
En hopelijk geeft die machine me even een hele grote berg. Maar met 4 ga ik het niet halen, dat is duidelijk. Oh, ik haat mijn leven. Als ik dit niet haal, oh fuck. Ik zie mezelf het nu al niet halen. Dat is de realiteit. In principe heb ik wel het dubbele aantal. Omdat ik natuurlijk de nail erbij heb. Dat maakt het wel weer redelijk chill. Sowieso van een fijne kaart erbij. Die trinkers boeien me niet zo heel veel eigenlijk. Nou, dat ging in ieder geval goed. Nou, leuk dat je een leuke trinker bij hebt, joh. Lachen. Leuke kaart. De tower. Dat is geen leuke kaart. Dat is geen leuke kaartspel. Weet je, de trinkers die ik mee heb, de tik neem ik sowieso mee. Dat is alvast fijn. Kom op, please. Ik weet sowieso zeker dat die ding zo meteen gaan ontploffen. En dan ben ik zo... Ik ben zo afhankelijk van die ding momenteel. Wauw. Niet ontploffen, niet ontploffen. Doe wat je wil, behalve ontploffen mijn beste. Geen wat soul hearts. Geef me soul hearts. Doe het. Geit waas. We will all die one day. Nou, bedankt. Leuk. Question at 40. Ja, met Kane is het zo chill. Dan krijg je alleen maar soul hearts en dan krijg je de goat hoef. Oh, die is wel chill. Dan ga je heel snel. Die ga ik sowieso meenemen. Oké, dat was 1 soul heart. Eerst is binnen. Ik weet dat het de laatste is. Ik heb wel goat hoef. Ik ben niet eens meer boos. I'm not even mad right now. Niet dat ik aan de goat hoef nu nog veel heb. Als ik hem nou in het begin van het spel krijg, hey, leuk, een beetje snelheid. Maar nee. Kom op. Hij gaat sowieso boom doen, of niet? Hij gaat boom doen, of niet? Oh god, nee, ik wil niet goat hoef wisselen. Nou ja, vooruit maar. Steven leeft. Nou, oké, leuk voor Steven is dat, hè. Oh, leuk. Overal trinkets. Het is dan wel een trinketmachine, maar kom op. Give me a break. Geen wat tarotkaarten. Oh god. Ik heb hier geen woorden voor. We zijn verloren, jongens. Hoeveel heb ik er? 5. Nou, dit wordt leuk, zeg. Oké, kom maar. Oh god, daar gaat de eerste damage aan. Ik moet zeggen, qua... Ja, hij is al half dood. Ik heb nog redelijk wat HP. Ik ben hem redelijk hard aan het tanken momenteel, dat we daarop houden. Oh kut, ja, die dingen raken mij redelijk goed, ja. Ik gebruik even deze voor de all-time chaos. Had ik niet moeten doen. Spijt, spijt, instant spijt. Oké, hij is bijna dood, knoprik. Tank hem, gewoon blijven gooien. Niet letten op wat hij doet. Gewoon even gooien en op het moment dat hij... Oh kut, ja, bijna. Kom op, kom op, kom op, kom op. We gaan het halen, we gaan het halen, kom op. We gaan het halen, 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 we gaan het halen. Nee, ik moet wel even die baby's doodmaken. Kom op, is dit verhaal, Rick? Ik zou niet van je kunnen houden als ik dat eerst deed. Groetjes, jezelf. Rainbow baby has appeared in the basement! Woo! Bam! Ik ga tweeten, rainbow baby has appeared in the basement. Has appeared in the basement. Bam. Bitches. Woo! Applaus voor jezelf, Rick, voor deze fantastische ik vind het een goed uitgedachte strategie. En dit is echt verschrikkelijk moeilijk. Je hebt natuurlijk nog 1 stap hoger. Vraagteken, vraagteken, we staan met vraagteken, vraagteken. Ik heb mijn 3e Isaac run gehaald. Fuck yeah. Fuck yeah. Bedankt voor het kijken van deze video. Tot de volgende aflevering van de Binding of Isaac. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende aflevering. Doei!